Herziening wet Rekenkamer focust op onafhankelijke positie. Het is niet de taak van de Rekenkamer om te bepalen waar een balie van een overheidskantoor moet staan. Ook niet om op basis daarvan te bepalen hoe een balie van een overheidskantoor ingericht dient te worden. Zo uitte commissievoorzitter André Mizikaba zich op 7 mei tijdens de behandeling van de wet Rekenkamer Suriname 2018 in de Nationale Assemblée. Het werk van de Rekenkamer focust zich op cijfers van de regering, waarbij wordt gekeken naar de rechtmatigheid van de middelen die de overheid ter beschikking heeft en de besteding daarvan. Rechtmatigheid heeft ermee te maken of de overheid zich heeft gehouden aan de wettelijke regelingen. Verder is de doelmatigheid van de bestedingen van eminent belang. Dit heeft te maken met de beleidsdoelen die de overheid heeft gesteld. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.